Meer dan 75 trekkers staan te glimmen in Oud-Alblas tijdens de jaarlijkse Porsche-dag. En wat is er nou zo bijzonder aan deze voertuigen? Nou, het model. Het model van 50 jaar terug. Zo'n moderne tractor al, toen. En ja, goed, zo is het een beetje gelopen. Zo zijn we er allemaal gek van geworden. Apart toch? Hoeveel heeft u er zelf? Ik heb er zelf twee. De eerste heb ik 25 jaar geleden gekocht en nou, helemaal opgefixt zelf. De tweede dan 2001. Nou, die heb ik nu ook een jaar of 18 dan of zo. En ja, goed, die heb ik ook helemaal opgefixt zelf. Nu ben ik voor diverse mensen weer andere tractoren aan het opknappen. Ja, daar ben ik per model een jaar aan bezig. Ja. De firma en familie Jongeneeuw, Team Plofje uit Oud-Alblas, heeft 16 trekkers meegenomen. Ja, postteam met Plofje. Familie onder elkaar en een stichting. Dus, en, zodoende wordt het opgericht. En waar staat Plofje voor? En zo'n dag, wat betekent dit voor jullie? Heel veel. Geweldig. Kijk, een mooie trekkers allemaal. Ja, dat is, ja. Familie daar. Ja, echt een familieuitje. Ja. Iedereen gaat mee. Kinderen, kleinkinderen, noem maar op. Ja, dat is echt leuk.